We moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Dat is het dringende advies van het RIVM. En natuurlijk doet burgemeester Blanksma dat ook. Daarom praten we vandaag ook in huiselijke setting met haar over het afgelopen jaar. Een jaar waarin dat vervelende virus corona de hoofdrol speelde. Burgemeester, wat heeft u nou nodig in deze tijd om een stad in goede banen te leiden als burgemeester? Ja, ik denk als we terugkijken naar zo'n jaar, dan zitten we meer dan 10 maanden in crisis. En de coronacrisis. En wat ik dan bij mezelf bespeur, wat je in ieder geval nodig hebt voor mezelf, is heel veel energie. En een goed gestel, hè, dus dat je een beetje rust en regelmaat hebt om de crisis toch te kunnen managen. Het is toch een stad van bijna 95.000 inwoners die ontzettend hard geraakt wordt. Ik kan nog heel goed herinneren de eerste coronabesmetting die ik nog allemaal zelf belde. Gewoon echt, maar dat is echt, die energie is heel erg belangrijk. Maar ook het vertrouwen. Het vertrouwen van de gemeenteraad, het vertrouwen van mijn college. En je doet het nooit alleen. Dus een team om je heen om te zorgen dat je met elkaar er bent voor de Helmonders die het zo moeilijk hebben. En om er samen uit te komen. En in die tijd ontstaat er een vertrouwen in u als burgemeester. U wordt een soort van baken voor de inwoners van Helmond. Hoe gaat u daarmee om? Ja, heel voorzichtig en heel zuinig ga ik daarmee om. Omdat het vertrouwen wat je nodig hebt en verdient en probeert, zeg maar, een beetje de houvast te zijn. Een beetje het perspectief dat je de hoop dat het er goed komt, dat je dat samen vasthoudt. En wat dan belangrijk is, is toch communiceren. En praten erover en uitleggen. En ik doe het op Facebook. Ik probeer overal waar het kan binnen de regels, daar gewoon als burgemeester te zijn. En om ook uit te leggen waarom een aantal dingen moeten gebeuren. Maar ik heb zeker in die begintijd, hè, als we alleen al naar het ziekenhuis, dan regelmatig eens naar het ziekenhuis bellen. Kijken of je van dienst kan zijn. En gewoon heel zuinig te zijn met de relaties die je met onze inwoners hebt. Ja, want het is toch een druk op de schouders. Hè? Die inwoners die alsmaar op u vertrouwen van, hoe moet dit? Ja, nogmaals, ik doe het natuurlijk nooit helemaal alleen, hè, maar het is wel, ik besef heel goed, juist in crisis, dat jij zeg maar de burgemeester bent waarnaar gekeken wordt hoe zo'n crisis geleid wordt. En misschien is het ook wel goed om te zeggen dat ik het ook niet alleen in Helmond doe. Ik ben ook in de veiligheidsregio, dat is de regio waar 21 gemeentes in zitten. Daar ben ik de vicevoorzitter van. En ik heb dus in al die tijd ook zeg maar, in de regio een rol gespeeld om er samen in de regio zeg maar, de voorwaarden en de regels mee ook naar Den Haag daarvoor te gaan pleiten. Ja, dat maakt het alleen maar meer, hè? Ja, ondertussen gaat het leven gewoon door, ook privé. Ja. Zijn er momenten geweest waarin u uzelf weg moest cijferen? Ja, ik denk wel, weg moest zijn. Ik denk dat je heel goed beseft dat je er voor de ander moet zijn. Maar zeker ook in privékring. Ik heb, dat weten mensen wel, maar ik heb een moeder, die is 89... En zeker in die begintijd, de angst hè, van de oudere mensen, als je het krijgt. Mijn moeder zei altijd, als ik het krijg, ga ik dood. Hè. En die angst die dat dan met zich meebrengt. En de voorzichtigheid waarmee wij zeg maar, haar omgeving inkleurden. Dat betekent dat wij minstens 2 keer per week kook ik voor haar. Of breng ik zeg maar, iets naar haar toe. Dat probeer je dan wel. En probeer er echt voor die ander te zijn. Ja. En dat, maar dan, door dat hoofd tolt natuurlijk toch alles wat er overdag is gebeurd. Ja. En dan rijdt u even naar Beekendonk van toch maar even bij moeders op bezoek. Ja, als het kan. Hè. Dus zeker, we hebben in de coronacrisis in het begin zijn we gezegend met heel mooi weer. Dus dan konden we heel vaak op afstand buiten elkaar even ontmoeten. En dat vind ik nu in de winter, in deze tijd, is het weer veel moeilijker. Want dan gaat het weer allemaal naar binnen. En dan is het toch niet te veel mensen bij elkaar. Dus het is continu een wikken aan de weg. Maar ik heb ook 2 zonen. Die we ook de tijden even helemaal niet kunnen zien. Die studeren en die zitten in het westen van het land. Nou, en dan, ja, dat mis je toch zo. Het gewoon elkaar niet aanraken. En gewoon een beetje knuffelen. Ja, dat ze gewoon thuiskomen. Dat vind ik echt. Als ze nu thuiskomen, geven ze denk ik ook geen hand. Nee. En dat kan ik eigenlijk niet. En ze zijn daar zelf ook heel streng in. Omdat ze ook mij niet willen besmetten. We willen elkaar niet besmetten. En dan denk ik van, nou, dat is, ik vind dat echt. Ik wil er eigenlijk trouwens nooit aan wennen. Nooit aan wennen dat we elkaar niet aanraken. Want er komt weer een tijd dat het wel weer kan.
Ja, dan komen we ook wel tot, dat is een van de belangrijkste regels meteen vanaf het begin die RIVM stelde. Hè? Ja. Van, geef elkaar geen hand, ja, raak elkaar niet aan en dan dat rare elleboogje. Ja, dat, ja. Hè? Kon u zich eigenlijk altijd achter de regels van het RIVM, kon u er altijd achter staan? Ja, dat zijn de regels die we met elkaar in Nederland dan uitdragen. In het begin waren daar wel eens, zeg maar, onduidelijke regels of verschillende regels. Regels die in Brabant wel golden en ergens anders niet golden. Dat was voor de mensen gewoon niet duidelijk. En dan kon ik daar mezelf wel best wel eens boos over maken. Waarom, zeg maar, hier een vakantiepark dicht moet en een pretpark weer open moet. Dan zeg ik, ja, wie kan het dan nog begrijpen? Dus dat was af en toe wel onduidelijk. Ook dat gehangers met die mondkapjes, hè, moet het nou wel verplicht zijn, niet? Is het een dringend advies? Wat is nou een dringend advies? Nou, dat zijn hele moeilijke zaken. En dan had ik wel eens ooit een neiging van, ja, ben nou duidelijk. Het is ja of nee en dan gaan we ervoor. En dat was af en toe niet het geval. Die verwarring is er eigenlijk nog steeds, hè, met het sluiten van de winkels nu. Wat is nou een essentiële winkel en wat niet? Ja, heel verwarrend. Hè? Want dan wordt er gezegd, essentiële winkels mogen dan open blijven. En dan hebben we het eigenlijk over dat je kunnen blijven eten en drinken. En dan in één keer is iedereen een essentiële winkel. Hè? En dan zijn die regels dus niet duidelijk, verwarrend. Hè? Dan gaan een aantal grote winkelketens wel open, want die hebben een beetje etenswaren erin. Uiteindelijk zeg ik ook wel weer, het gaat om de bedoeling wat erachter zit. En om dan elke keer die grenzen ook, kijk ook wel even naar de winkeliers, om overal de grens van op te zoeken. Als we even 5 weken heel goed ons aan de regels houden, dan hopen we dat we er ook zeg maar, het virus de baas kunnen. En dat is die oprekken van die regels, nou, daar hebben ze dan, dat wordt wel onduidelijk. Dus en daar is weer extra overleg voor nodig en dan komen er weer extra regels. En dat maakt het niet makkelijk, nee. Nee. Als we terugkijken naar het afgelopen jaar ook, dan zijn er ook grote zorgen geweest. Hè? Ook wel momenten van, nou, waar gaat dit heen? En dan doel ik op de jongeren die afgelopen zomer gingen rellen en vechtpartijen plaatsvonden. Maar ook weer wat later het vuurwerkoverlast bijvoorbeeld. Ja. Hoe is het daar nu mee? Ja, het is nu relatief rustig. Maar ik wil toch wel ook via u eens vertellen dat, zeg maar, ik ook begrijp, heel goed begrijp, dat we ontzettend veel vragen van onze jongeren. Jongeren die juist in de bloei van hun leven zijn, die door contacten met elkaar kunnen groeien, weten wie ze zijn. En die dan in één keer nu teruggeworpen worden, bijna niets meer kan. Alleen maar digitaal achter zo'n computer. Nou, dat doet ook iets met die kinderen. En we hebben het wel eens ooit over eenzaamheid onder ouderen, want die is ook best groot. Maar eenzaamheid onder onze jeugd, onze pubers, die is ook groot. Dus ik begrijp heel goed dat er uiteindelijk ergens een uitlaatklep gezocht wordt. Maar als ik dan, zeg maar, op social media grote oproepen zie van kom naar Helmond, want dan gaan we wat rellen. Of het nou een kickboxwedstrijd is of over vuurwerk. Nou, dan moet ik een streep trekken. Dan trek ik ook een streep. Dan is uw geduld op. Dan is het op en dan heb ik ook, maar daar ben ik dan ook weer geweest ervoor. Want er zijn dan al zoveel klachten van de omgeving geweest. Dan voelen mensen zich niet meer veilig. Qua gezondheid niet, maar gewoon überhaupt dan niet veilig. Dan moet ik ook een streep trekken. En ik wil ook zeggen dat, ik denk dan hebben we het ook maar over een heel klein groepje jongeren die het dan eigenlijk verknallen. Voor letterlijk en figuurlijk, voor knallen, ja. voor de grote groep. Want uiteindelijk, en daar een compliment van al onze Helmonders, is gewoon 80-90% die zich altijd aan de regels houdt. Altijd weet wat belangrijk is. Maar het is ooit een kleine groep die het dan net niet serieus genoeg vindt. Heeft u die groep wel eens ontmoet? Jawel. Die kleine groep? Ja. Gesprekken ja. mee gehad? Ja, dat noem ik stopgesprekken. Dus als ik echt zeg maar, de organisator van zo'n kickboxwedstrijd of van andere ja, social media oproepen, als ik de naam kan achterhalen, dan zal ik daar een stopgesprek voor mee voeren. En dat zijn duidelijke, pittige gesprekken. Nou, dat was met dat vuurwerk een heel duidelijk voorbeeld, hè? Ja, toen was het duidelijk voorbeeld dat ja. we zeiden van nou, ook de ouders, want vaak hadden we het hier over kinderen onder de 18 jaar, 15, 16 jaar, die gewoon allemaal thuis wonen. En ik vind het heel belangrijk dat er een goed keukentafelgesprek thuis is waarom er een aantal regels zijn. Nee. En, want, ja, en ik heb die oproep gedaan in dat gesprek en ook gezegd van ja jongens, als het uiteindelijk toch niet tot niets leidt en je blijft doorgaan, nou, dan ga ik je ook in je beurs raken en dan gaan we gewoon boetes uitdelen. Heeft het ook gewerkt? Ja, want het is tot nu toe rustig.
En ik hoor hier af en toe nog wel eens een knal. Maar dat was niet in de, zeg maar, een paar weken, zoals een paar weken geleden. Nou, ik denk dat ik duizenden klachten heb ontvangen van mensen die last hadden. Dus het ging alleen maar over last hebben van vuurwerk. En dat, en het, überhaupt, het is gewoon verboden. Gewoon niet doen. Gewoon niet doen. Ja. Heeft u het idee dat u, maar de gemeente Helmond, er genoeg aan gedaan heeft om uit te leggen waarom er die regels zijn? Ja, je probeert, zeg maar, aanvullend te zijn ook wat er landelijk is. En wij proberen nog op onze eigen manier te vertellen waarom die regels er zijn, wat voor regels er zijn. We doen het via Facebook, via de loop, de traverse, via de krant, overal. Maar uiteindelijk merk ik ook nog wel eens, ik merk het zelfs aan mijn moeder, die dan toch de bedoeling van de regels niet goed kent. En dan hebben we zoveel gecommuniceerd, dus uiteindelijk kun je er nooit voldoende over communiceren. En dat is ook waarom ik tegen mijn stadswachten, dus die de BOA's zoals we die noemen, en de politie eerst gevraagd heb, en zeker de eerste tijd, ga niet meteen beboeten, maar ga eerst waarschuwen. Leg uit, zet coronacoaches in, van houd afstand, hè, dat je dus wel probeert eerst het gesprek aan te gaan. Want het is vaak niet altijd onwil, maar soms weten ze het ook gewoon niet. Nou, en als je het gesprek aangaat, dan komen we verder met elkaar dan dat we meteen hard hebben moeten. Ja. En u doet het zelf ook, hè? Ik zag onlangs een live chat op Facebook. Ja, klopt. Ja, ja, dan praat u dus met de bewoners, relaxed ook weer. Toch maar eens, nou, vraag het maar. Vraag maar. En dan leggen we het uit. En als ik het niet weet, zou ik het ook gewoon zeggen. Dan gaan we het opzoeken en dan gaan we het nog beter uitleggen. Dus dat is ook onze rol. Want laat wel, hier op zo'n crisis, zo lang. Ik heb zelf, want dat heb ik al eens eerder gezegd, ik heb zelf het idee dat ik al 10 maanden ongeveer dag en nacht aansta. Daar hebben we ook geen boekje van hoe we dat allemaal moeten doen. Dus we moeten ook een aantal dingen samen ontdekken. En dit is een hele moeilijke ontdekkingsreis, hoe we uiteindelijk dat virus de baas kunnen. Ja. Ja. Tijdens die moeilijke ontdekkingsreis zijn er natuurlijk ook nog wel gelukkig mooie dingen gebeurd, hè, in Helmond. Ja. Kunt u een paar voorbeelden noemen? Ja, ik krijg er nog kippenvel van als ik zeg maar zie wat er in het ziekenhuis, als zeg maar het toejuichen van het verplegend personeel en de bloemen en de tekeningen die ze daar naartoe sturen. En allemaal de hartjes van we hebben hart voor iedereen en bij elkaar blijven, het aandacht voor elkaar. Maar ik denk ook als ik die grote spandoeken hier op de viaducten heb zien staan van Stay Strong Helmond, ja, dan krijg ik gewoon kippenvel, want dan denk ik dit is de kracht van Helmond. Heel, ook in moeilijke tijd blijven we bij elkaar en gaan we ervoor om er het beste van te maken. En dat is ook in die steun die mensen ook voelen van elkaar. En ja, dat vind ik ontzettend knap. Ja. Maar ook, zeg maar, bij, als ik het heb hier over de Meidenflat, maar ook allerlei andere verpleeghuizen of huizen waar oudere mensen wonen, dat mensen daar continu stonden te zingen of iets aan het uitbeelden waren. Gewoon om een klein beetje afleiding te hebben voor de mensen die zo eenzaam alleen op die kamers zaten. Nou, en dat is, ja, fantastisch. Ik vind dat echt, dat is wel de veerkracht van ons Helmond. Ja, ja. Die buitenoptredens, daar valt nou niet mee, hè, in de winter. Nee, maar dat is in de zomer zoveel gedaan. Ja. Dat zijn toch gewoon, dat zijn toch onze helden? Dat zijn toch de mensen die dan echt, op een gegeven moment moesten ze bij de Ameidenflat, moest ik een rooster maken van mensen die allemaal wilden optreden. En dan zei ik, ja, dat was gewoon, ja, fantastisch. Fantastisch om dat naar elkaar te doen. Ja. Kijk, nu het buiten kouder is, de weersomstandigheden zijn anders, maar er gebeuren nu ook wel weer opnieuw dingen rond de kersttijd. Hè? Ja, ja, we hebben onder andere bijvoorbeeld zo'n kerstboom die Helmond Marketing in het centrum heeft staan. En daar zitten allemaal van die kerstballen in, die kun je zelf erin hangen met een wens erop, een kerstwens. En als je die wensen ziet, die zijn allemaal niet zo heel groot, maar vooral zeg maar heel klein en dichtbij. Dat is daar zo mooi. En Helmond Marketing gaat ook een aantal wensen vervullen. Nou ja, dat is toch mooi om te zien dat soort initiatieven ook gewoon opgepakt worden en plaats krijgen. Mm. Ja. Maar ik weet wel, dat wil ik ook al zeggen, de stad heeft het ook moeilijk. Als ik naar de binnenstad kijk, nu is er weer een volledige lockdown. En ook in die eerste fase, als ik dan ooit door de binnenstad liep, dan huilde mijn hart wel. Dat doet zeer, hoor. Want als die levendigheid, we hadden zoveel geïnvesteerd in de stad met elkaar, met de ondernemers, met de horeca. En het draaide eigenlijk als een tierenlier. En dan komt dit.
En dan zie je in één keer weer bijna een doodse stad. Dan denk ik, wauw, hè. Ik hoop dat we inderdaad stay strong, dat we dit kunnen overwinnen. En dat zodra het weer kan, dat die levendigheid en die aantrekkelijkheid van onze stad, dat we er weer helemaal van kunnen genieten. Ja. Weet je wat, bijvoorbeeld het burgemeester Geukerspark, dat hebben we in de coronatijd geopend. En dat was eigenlijk een plek van ontmoeting, waar moest iedereen bij elkaar komen. En dat is wat minder geweest, omdat het toch dat remmende effect, om niet naar het centrum, niet in grote groepen bij elkaar te komen. Ja, we hebben geen evenementen gehad de afgelopen jaren. Nee, ook de Lucas Gassel tentoonstelling is bijvoorbeeld in het water gevallen, maar heeft veel minder aandacht kunnen krijgen dan het verdiende. Ja, enorm. Het was een prachtige tentoonstelling. En dat was ook de allerlaatste officiële grootste opening die ik samen met de commissaris van de Koning, Wim van der Donk, toenmalige commissaris, hebben wij mogen doen. Het openen van het Lucas Gasseljaar. En ik weet nog dat ik toen op die dag een telefoontje kreeg. Het gaat niet goed hier in Helmond. Daar komen besmettingen aan. Ja. Ja, en toen ging het eigenlijk heel snel. Ja. En nu zitten we tegen het einde van het jaar. En nog steeds moet u datzelfde coronaverhaal vertellen aan de inwoners. Hè? U noemde net al wat dingen. Maar kunt u de inwoners van Helmond voldoende perspectief bieden voor 2021? Ja, ik heb natuurlijk ook niet de glazen bol hoe het er precies uitziet. Maar ik heb wel vertrouwen dat we elkaar weer ontmoeten en gaan zien. Echt fysiek weer, dat die mogelijkheid er weer is. En ik heb, maar dat betekent wel dat we misschien nog wel de komende maanden, als het niet een half jaar is, gewoon heel erg aan de regels moeten houden. Deze 5 weken komen ze maar eens door met elkaar. Dat we dat proberen serieus te nemen. En dan ga ik heb echt alle hoop en wens op de vaccinatie. Dat de vaccinatie ook een moeilijke operatie, zijn we ook erg bij betrokken om dat ook goed te kunnen laten landen. Dat als dat goed gaat, dan zie ik toch weer het stipje op de horizon. Echt een sterretje waarin we echt iedereen weer kunnen ontmoeten, een hand kunnen geven en een knuffel. Ja, en dan is die positiviteit wel heel erg belangrijk, ja, hè? Ja. Om dat te blijven zien. Ja, absoluut. En ik zeg gewoon van, er zijn ook hele mooie dingen wel gewoon doorgegaan. We hebben niet alleen maar stilgestaan in de stad, hè? Want als we kijken naar de ontwikkeling bij het sport- en beleefcampus De Braak. Als we, de knip is bijna helemaal nieuw gezet. We hebben besluiten genomen dat we een nieuw stadhuis gaan bouwen. Maar we zien overal nog bouwplekken waar nieuwe huizen gebouwd worden. Ik zei net het burgemeester Geukerspark. Dus we hebben 2020 ook een jaar gehad van een aantal dingen die echt zich toch door zijn gegaan. Dus dat vind ik ook wel weer knap. Ja, en waar de Helmonder straks, als dat vaccinatiegebeuren voorbij is en iedereen weer een beetje vertrouwen heeft, dat ze dat ook weer meer gaan zien en er ook gebruik van kunnen gaan maken weer. Absoluut. Ja. Dus ik denk, wij hebben geprobeerd, ook als college van burgemeester en wethouders, om ongeveer zo'n 11 miljoen extra te investeren in de stad, eigenlijk investerend de crisis uit. Dus als we dadelijk uit de crisis zijn, dat we dan niet terugkijken en zeggen, wow, we hebben helemaal stilgestaan. Nee, we zijn doorgegaan met hele mooie initiatieven in gang te zetten en werkelijkheid te laten worden. Dat als we dadelijk er weer zijn, elkaar weer overal kunnen ontmoeten. En let wel, onze evenementen, daar waren we en zijn we ook heel sterk in. Die staan in de koelkast, maar die behalen ze er zo uit als het weer kan. Want dan gaan we elkaar weer in onze prachtige kasteeltuin toch fantastisch ontmoeten. Ja. Ja, en dan hoop ik dat we dat op de lokale omroep, dit is Helmond, ook weer allemaal kunnen laten zien. Ja, hè? Want dat staat allemaal stil. Ja, want ik weet niet of jullie geweest zijn bij De Loods. Hè? De Loods is zeg maar het EDA-museum en de orgelmuseum. Ze zijn bijna klaar voor, hè? Bijna klaar. En ik zie, ik kijk er al naar uit, als die orgels daar gaan draaien, dan ga ik toch gewoon een dansje maken. Hè? Dan van blijdschap, als we dat weer met elkaar kunnen doen. Ja. Dan in die loods, dat is fantastisch hoe wij hier Helmonds erfgoed gewoon weer hebben geconserveerd, zeg ik. En dadelijk weer voor iedereen beschikbaar hebben. Dat dansje, daar houden wij u aan. Ja, dat gaan we doen. Ja, eerst kerstmis.
We gaan kerstmis vieren. U gaat het ook anders vieren dan anders. U had het over uw zonen, dus ze komen wel thuis. Zijn er twee? Ja, er zijn twee zonen en twee meiden. Dus dat kan niet tegelijkertijd. Dus er zijn allemaal maximaal drie. En ik heb nog een moeder. Dus als ze apart komen met mama, dan wordt dat in hele kleine huiselijke familiekring wordt kerstmis gevierd met de hoop en de wens dat 2021 dit een ander jaar gaat worden, maar dat we volgend jaar met kerst elkaar weer aan een grote familiedisch kunnen ontmoeten en daarvan kunnen genieten. En ik zeg alleen maar hou vol en heb de hoop dat het goed volgend jaar beter gaat. Ik hoop het ook. En namens Dit is Helmond wens ik jullie heel fijne dagen. En het zal allemaal wat kleiner, maar misschien des te intiemer zijn. Ja. Dat kan ook wel eens heel fijn zijn, hè, voor mensen. Ja, absoluut. Ik denk dat we hebben weliswaar wat afstand gehouden fysiek. Maar in ons hart zijn we wel heel dicht bij elkaar gebleven. Mooi. Dank u wel. Graag gedaan. Fijne kerst.